Ja, de Zweden hebben afstand genomen van hun linkse regering. Met bijna alle stemmen geteld zou een rechtsblok van vier partijen kunnen rekenen op een nipte meerderheid in het parlement. Ja, Sam, wat zegt dat nu eigenlijk over dat multiculturele experiment in Zweden? Ja, het is fantastisch om te zien natuurlijk hè. wat in Zweden nu gebeurt. Het is ook uiteraard niet onverwacht. Hè. Zweden is samen met Frankrijk, België, ook Nederland, uh, is een van die landen die natuurlijk de massa-immigratie, het globalisme, uh, de import van culturen van over heel de wereld, maar vooral het Midden-Oosten en Afrika, ja, heeft verwelkomd uh, in, in, op een roekeloze en totaal waanzinnige manier. En ja, dat zie je, hè. de omvolking hè, in bepaalde wijken en steden in Zweden. En de islamitie. Die daar het gevolg van is, namelijk steeds meer islamitische regels en wetten die daar gelden. Ik ben recent nog op werkbezoek geweest in Malmö. Ja, je wilt niet weten wat je daar ziet. Nee, daar voel je niet. absoluut niet meer in Zweden of in Europa. Daar teistert het islamitisch bendegeweld tijstert daar hele wijken. Halalwinkels, Koranscholen, moskeeën, hijabs, burkas. Dat is wat daar het straatbeeld domineert. En ja, dat verklaart natuurlijk de winst van die Zweden-democraten, zeg maar het Vlaams Belang en de PVV van, van Zweden.